honden, katten, vogels, hamsters, cavia's, fretten. Er is ook zelfs eens een kooikarper geweest. Maar wij doen hier dus uitsluitend cremeren. Zodat je of het as weer terug kan krijgen, als je dat fijn vindt. Maar je kan het ook laten uitstrooien. Dus ja, je houdt zoveel van je dier dat je toch wel wilt dat het laatste stukje ook netjes met respect wordt behandeld. Nee, het was een hele wijze hond. Maar ze was echt, het is echt een moedertje. Gewoon een hele oude ziel. Heel wijs. Ze heeft zoveel betekend voor mij en gezin. En elke hond die maar langskwam, die heeft van alles geleerd. Klaargezet om wat te drinken. Gaan we eerst alles doornemen? Ja, en dan kunt u daar nog wel lekker zijn. U heeft sowieso gekozen voor de directe crematie, ja. Hè, want u wil graag wachten op de as. Ja. En ze gaat weer mee naar huis. Ja. Hè, de vorm van de as, maar toch Joy, mooi naam ook. Ja. Maar dan vraag je, mag ik hem zelf in die overdouw? Ja, u mag dadelijk ook meelopen. Het is wel zo dat zodra we Joy neerleggen, gaat ook gelijk de crematie starten. Dus dat zie je ook echt. Dus mag natuurlijk wel. Als u zegt van nou heb ik geen problemen, mag dat. Kijk, u mag meelopen, u mag er ook opleggen. Maar ik weet niet zeker of u echt wil zien ook dat gelijk de crematie start. Maar dan moet u maar zelf dadelijk even kijken. En wilt u dat niet zien, dan kunt u altijd nog even omdraaien. No. Ja, maar dit is dan even wat heftig nog. Ja, dat snap ik. Wil ik altijd even goed uitleggen, wat zou zo naar zijn als je dat als laatste op je Netflix blijft houden. Dat is zoals hier zo mooi vredig licht, ja, en dan, maar dat is helemaal u, moeten we even zelf kijken. Ik heb haar getatoeëerd. Ik heb het doorheen zien, ja. Misschien dat ik omhoog kan doen. Ah, kijk dan. Ja, ook heel mooi. Wel een beetje moeilijk, maar. Ja, gaat wel. Ja. Ah, kijk dat is Joy. Wow. Dat is Joy. Mooi, zo. Ja, kijk nou. Ja hè, en die poten drukjes op de pols en ja. Heel mooi, ja. Je ziet ze liggen, je ziet, soms herken je gewoon een dier, dat zie je liggen en dan zie je er gewoon een heel verhaal bij eigenlijk, weet je wel. Wat hebben ze meegemaakt, hoe zien ze eruit? Voor mij is het dier staat voor mij wel op de eerste plaats eigenlijk. En daarna komen de mensen zeg maar erbij. Ik kan het verdriet heel goed voorstellen, wat je dan voelt. Het is echt, of de wereld even stilstaat, of je beste maatje verlies je. Hè, het lieve leed met elkaar gedeeld. En dan de mensen die hier dan komen die verdriet hebben, dat kan ik echt heel goed voorstellen. Titi, Titi. Cynthia, Titi. Ja. Ja, mijn tut. Wat ik zeg, 7620 dagen is ze bij ons geweest. Ja. Dat is heel mooi, want ze is echt in onze handen. Met het koppetje weer onnabij gestorven. En Cynthia, dat is geschreven C-H-I-N-T-I-A, ja. Voor het certificaat wat we gaan sturen. Nou, hij wilde inderdaad de individuele crematie en we mogen het as over land verstrooien. Ja. Dat gebeurt dan over de Vlietlanden. En daar wilt u ook bericht van krijgen als we het verstrooid hebben. Ja. Wilt u nog een plukje haar van Cynthia? Ik vraag het altijd wel. Ja, dus dat ligt nog in huis. Ja. Nee, ze zit in ons hart. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is heel belangrijk. Mooi herinneren en vergeten doe je ze nooit. Dat is het allerbelangrijkste.
Toen ik ging trouwen wilde ik geen kinderen. Maar wel een Afghaanse windhond of een Pekinees. Nou, Afghaanse windhond ging niet door, want ik woonde op een zolder, ja. Met twee trappen. En toen is de Pekinees geworden. Trevor is als pup zijnde jeugdwinner op de Rui geworden. Ja, hij heeft een titel. Maar ik vind het niet prettig mensen wedstrijden met mensen met honden. Dat is heel eng. Want als hij heeft gelezen de krant in Birmingham, is er nu zelfs een hond vergiftigd. Alleen maar voor de eer. Nee, dat is niet leuk. Nou, u wilde ook heel graag voor Trevor een directe crematie. Dat betekent na het afscheid nemen dat de crematie gelijk gaat plaatsvinden. Ja. Wilt u ook meelopen naar de overruimte? Of zeggen van, ik... Nee, jij niet? Ja, ik ga wel even. Ja, wel. Ja, dat u meeloopt. Ja. Dat tot aan de... Het is wel zo dat, u mag natuurlijk zien ook als Trevor erin. Nee, dat hoef ik liever niet. Nee, maar gewoon toch een stukje even meelopen, begeleiden naar de oven. Ja. Dat is toch het laatste wat je doet. Ja, goed. Ga ik dat taak ook even doorgeven. Wilt u nog een plukje haar van Trevor? Heb ik al gedaan. Dat heeft u al gedaan. Ja, ah, dat heeft inderdaad heel veel mooie haren. Hè? Mooi haar? Ja. Mooi bos. Ja, het is zeker. Een mooie hond. Ja, ik denk dat menig mensen wel jaloers erop is. Hè? Ik wel. Ja. Ik heb niet zoveel. Nee, maar jij hebt gewoon een eigen ding. Maar zoveel haren. Ja, dat is heel veel. Heel veel. Heeft hij een zwart masker. Ja. En dan en die zwarte pluim tot op de grond. Ja. Nee, ze moet het echt. Ja, je moet echt daarop, als ik kan, dan ben ik een paar uur bezig. Nou. En dan doe ik dat elke donderdag is kamdag. Ja. Ja, dat is hartstikke mooi, ja. De Holosovic. Ja, oh ja, dit heb ik voor, voor Lotje. Zo'n spekstenen urntje is dat. Ja. Vind je die liever ook van hem leuk? Financieel? Ja, vind ik ook leuk. Ik heb volgens de ondag voorgepeken. Oh ja. Zal ik even kijken of ik wel iets grotere maat heb natuurlijk? Deze iets te klein. Ja, ja. Laat ik eventjes kijken wat voor kleur ik achter heb staan. Oh, volgens mij zit Lotje in zo'n potje. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, dat kan ook hoor. Want ja, het is natuurlijk heel veel haar wat ik nu zie. Maar dat kan hoor. Dus, Ja, ze waren even zwaar. Ja? Oh ja, ja. Dan vind je dit leuk? Vind ik ook heel mooi. Dat is ook een barm, hè? Ja. Vind ik eigenlijk nog mooier. Dan neem ik het. Past het een beetje bij die andere? Dat is waar, ja. Dat past wel een beetje, ja. Ja? Ja? Die? Oké. Okay. En dan mogen we dan niet passen, pak ik gewoon een maatje groter. Ja, die heb je ook in die kleur. Ja, maar ongeveer. Ja, oké. Ja, is goed. Dan doen we dat. Dit kan je ook niet zomaar leren. Dit zit in je. Het zit in je, zeg maar. Het gevoel voor dieren. En, of je kan het of je kan het niet, vind ik zelf. Er is ook geen opleiding voor, vind ik zelf. Wilt u daar nog een mooie roos neerleggen bij Cynthia? Een witte roos? Die meegecremeerd wordt? Of niet? Nee. Ik heb een brief. Die moet er wel bij die straks. Die moet er wel bij. Gaan die nog meegecremeerd worden? Hè? Ja, ja, ja. In mijn verdriet even wat opgeschreven. Dus. Dat heb ik bij die andere ook gedaan. Ja. Dus dat komt er juist zelf heel veel uit, hè? Nou, ik heb er... Even op papier schrijven. Ja, ik heb er wel bij geschreven. Wat was dat nou weer? Nou, dat er gewoon heel veel in mijn hoofd doorspeelt dat ik niet alles op kan schrijven. Want ja, dat maar gaat. Wat heel veel opgeschreven, zo blij zit te zien. Jawel, dus, jawel. Ja, hele leuke anekdote. Ik ga het nooit vergeten dat ik vertelde dat jullie nooit een vogeltje hebben gepakt. En wat gebeurt daar? Daar komt het. Met een vogeltje in de bek. Een jonkie, een koolmeesje. Een schreeuw door het huis heen en ze liet hem gelijk los. Oh. Maar ze had maar drie tanden, dus... Oh. Het vogeltje leefde nog. Oh, wacht eens even, is het vogeltje snapt? Ja. Oh, nou, dat is wel heel lief. Ja. Ja. Nou, heeft u verder nog vragen? Nee. Nee, het is goed duidelijk. Dan ga ik u sowieso nog even alleen laten met Cynthia. U wilt nog een dag zeggen? Ja, nou, ik ben gewoon hier en dan kunt u hier gewoon weer terugkomen. Ja? Ja, is goed. Ja, dat... Oké. Okay. Hartelijk bedankt. Ja. Ja.
zilveren met een foto. Swarovski steentjes. Ja. Die witte, hè? Die trekt mij heel erg. Ja. Een keer mooi in de kast zetten. Ja. Eigenlijk al gelijk dat je hierheen ligt. Ja. Ja. Ja, dan toch moet je altijd je hart volgen. Dan gelijk de eerste nemen die je dan ziet, hè? Ja. We nemen die met het hart. Ja, witte hart, deze. Even kijken hoor, dit is een matte urn ook. Ja, dat is ook goed, vind ik mooi. Ja. Goed, dan worden deze met fotodrukjes. Ze doen ze ook op de pols. En ja, ook, dan gaan we deze doen voor u. Ja. Dit is een urn eigenlijk. Daar komt de as in. Daar komt de as in. Nou, ik denk dat natuurlijk, je hebt altijd verdriet als je een dierbare verliest in mensen. Maar mensen gaan ook vaak het huis uit en dan zie je ze wat minder. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd meer moeite met een dier. Kijk, mijn ouders zijn wel heel erg dichtbij natuurlijk en broers. Maar kennis of misschien tantes. Ja, het klinkt misschien heel raar hoor. Maar ik denk dat ik daar iets minder... Natuurlijk, verdriet vind ik wel erg, maar niet zo het gevoel bij heb als bij dieren. Want die zijn de hele dag om je heen. Ik heb geen kinderen. Ik had ze wel willen hebben, maar helaas. Dus ja, mijn kindjes zijn mooie diertjes, hè. Hey, Bentje. Hi, Bucky. Hey, wat is het allemaal, hè? Wat zie je? Heb je gemist? Hallo, Luc. Hallo, Lucky. Hoi. Hey, Rambootje. Hey, Rambo. Hi, Rambo. Hoi. Hi, Zina. Hoi, Zina. Even allemaal even aandacht geven, allemaal even een knuffeltje. Hé. Hey. Zo. Hé. Hey. Hi, Speedy. Hé. Hey. Ja. Yeah. Als mijn honden zouden verliezen, dat is naar mijn kindjes, zeg maar. Dat is ook heel. Ja, die heb je dag nog bij je. Ze liggen bij me, ze slapen bij me. Ja, je doet alles met ze eigenlijk.